Wat een prachtig veld met aardappelen. Geweldig zeg. Wat mooi. Prachtig. Hé? Het ziet er echt anders uit. Zomaar een stukje. Wat raar. Nou, daar ga ik Piet bij halen. Piet? Wat, het ziet er heel raar uit. Wil je even kijken? Ja, kom eraan. Oh, ik zie het al. Wat? Dit, een stukje, dus het begin van Phytophthora infestans. Wat? De aardappelziekte. Huh? Dus, ja, het is voor een bioloog een ramp. Hoe kan dat? Dit ras hoorde resistent te zijn, maar het is toch ingevlogen door het broeierige weer. Het is een heel broeierig jaar. Het is voor biologen een rampjaar voor de aardappels. Wat is dit voor ras? Alouette. Alouette? Ja, ik zal het je laten zien. Hé, maar je zei, toen je deze aardappels ging poten, zei je nog van dat dit ras bestand is tegen aardappelziekte. Het moet resistent zijn. Ja, maar ja, sommige jaren is het toch heel moeilijk, denk ik. Wat raar, wat jammer. Ja. Laten zien. Ik ga nu rooien, maar dit hoekje haal ik er sowieso uit, want anders besmet het de rest. Oh, is het een beestje? Het is een beetje een noodgreep nu. Maar is dat Phytophthora? Of dat hoe? Is een schimmel. Oh, een schimmel. Ja, abba. De normaal professionele tuinders die niet biologisch zijn, die spuiten er tegen en dan kunnen ze tegenhouden. Maar voor een bioloog is het nu direct ingrijpen en rooien. Oh, ja. Met een droog gewas, want als het nat gewas droog is, dan gaat het van het blad van de handen op de aardappel. Als het nu droog is, dan heb je een kans dat het minder besmettelijk is. Ja, dus als het nat gewas moet droog zijn. Nee, ik bedoel, het gewas moet droog zijn. Ja. Oké. Dan kan je nog een beetje tegenhouden. Want de knol, die moet eigenlijk niet ziek worden. Wie? Kijk, ik zal het even laten zien. Het gewas is droog. Het is eigenlijk een noodgreep. Ze zijn er niet echt uitgegroeid. Kijk, en smerig zie je het van de nattigheid. Het is eigenlijk een rampje. Moet je zien. Oh. Ja. Mag je ze wel eten? Ja, dat maakt niet uit. Echt niet? Nee, dat maakt niks uit. Dus schimmel zit alleen op het gewas? Nu nog wel. Maar als je meer regen krijgt, dan regent het via het water naar beneden. Abba, en dan kan je niet meer je aardappels eten? Nou, dan moet je wachten tot ze uitgeziekt zijn. Oh. Erg jammer hoor. Het wordt een dunne oogst. Dan gaat het dus ook niet op dat die alouette, dan gaat het dus echt niet op dat die alouette dus resistent is tegen een schimmel. Nou, het is jaren goed gegaan dus. Oh. Dus dat wel, ik was er al heel blij mee met dit ras. Heb je ook nog pootgoed aan andere mensen gegeven? Ja, dit is een nat gekeurd ras. Maar heb je het ook nog weggegeven? Want je bent altijd nogal weggeverig. Ja, er zijn wel wat andere mensen die vanzelf ook wel wat gezet hebben. Dan moet je die waarschuwen. Ja, dat heb ik al gedaan, denk ik. Nou, dat moet wel gebeuren, ja, inderdaad. Heb ik al gedaan, denk ik. Dat moet wel even. Wist je het al dat dit zo was? Nee, ik zie het nou net. Oh. Het is een dunne oogst. Ik zie witte dingetjes op die ene. Ja, dat is ook van het water. Oh, wow. Maar dat droogt wel weer. Het ziet er wel echt heel erg zielig uit eigenlijk. Hij is heel ziek, deze plant. En dan voel je ook niet lekker meer. Nee. En dan zie je ook niet lekker meer. Nee, ziet er echt niet fris en fruitig uit. Nee, heel, heel, heel erg. Wel geluk dat het maar een klein stukje is. Nou. Ik wil eigenlijk toch nog even weten, wanneer worden de aardappels ziek? Nu is het alleen het gewas, maar wanneer gaat het over naar de aardappels als het dus regenen gaat? Ja, het regent naar beneden. En ik hoop dat dat de huid het kan weerstaan. Dat is nog een beetje een vraagteken. Ik hoop dat de aardappel niet ziek wordt. Maar nu heb je ze gerooid, dan worden ze toch nu niet meer ziek? Nee, ja, dat... Ja, dat mag je hopen. Ze moeten wel een tijdje in quarantaine. Maar ik hoef ze niet te eten. Ja, als ze goed zijn, kun je ze best eten. Dan is het zo. Ja.
En je wordt er zelf nooit ziek van. Oh, dat is wel belangrijk om te weten. Ja. Het is niet een menselijke ziekte. Het gaat niet over op de mens. Okay. Nou, dat is een geruststellende gedachte. Ja, toch weer een geruststelling van Piet. Goed. Ja, dat de mensen er in ieder geval niet ziek van kunnen worden. Oké. Okay. Die krijgen geen aardappelziekte. Je schiet mooi op, Piet. Ja, dit haartje, het ergste is eruit, maar ik hoop wel dat het voor de rest droog blijft. Anders vrees ik het ergste aan de verziekte, de hele perceel. Het is een beetje droogte nodig. En als het dus... Geen regent. Nou, niet zo positief afloopt als dat je hoopt, gaat het dan om, alles? Nee, het gaat niet om. Het is fysiek of het blijft halver is goed. Het beste is drogend weer. Oké. Nou, voor mij blijft het de komende 2 weken droog. Nou ja, dat is een hele goede voorspelling voor dit perceel. Daar ben ik heel blij mee. Oké, nou. Daar ben ik heel blij mee, Rita. Nou, zo een beetje, maar denk ik.